Goedenavond allemaal en degene die al kijken en luisteren op het internet. Het is eigenlijk vanavond eigenlijk ook nog weer een bijzondere avond. We hebben net het Loofhuttenfeest achter de rug, maar aansluitend daarop is dan nog het allerlaatste feest, dat is de achtste dag, dat is het achtste feest. Is aansluitend op het Loofhuttenfeest. En ik wil jullie daar een korte uitleg over geven, over de achtste dag, wat dat inhoudt. Eigenlijk is dat wel het klapstuk van alle andere feesten. Dat zal ik uitleggen in wat hier staat. De andere feesten die gingen over de eerste komst van de Messias. Dat is dan als je Pesach viert en de dagen van de ongezuurde broden. En dat Jezus opstaat uit de dood en Pinksteren. En dan heb je dus de najaarsfeesten. Dat is de Bazuinendag, de Grote Verzoendag, Loofhuttenfeest en de Achtste Dag. Dat staat eigenlijk voor de tweede komst van de Messias. Wat dus eigenlijk nog gaat komen. De Achtste Dag. Dat is eigenlijk... je hebt het eerste feest, dat is de Sabbat. Van de Heer, dat is het eerste feest. Maar de achtste dag, dat is eigenlijk, dat heeft ook weer met het eerste feest te maken. Het is namelijk zo, het heeft met de schepping te maken en de aardse tijd. God die schiep op de eerste dag de aarde en op de vierde dag schiep hij de zon, de maan en de sterren. En... daar is ook de kalender uit ontstaan. Daarom heb je dus ook de dagen, de weken en de maanden. En daarom heb je ook dus dat je de eerste maand hebt, de nieuwe maan. En ook weer als het nieuwe jaar begint, de maand Nisan, met ook weer met een nieuwe maan. Dat heeft God zo ingesteld. En daarna, later, openbaarde God de dagelijkse en de wekelijkse en de maandelijkse en de jaarlijkse aanbidding van hem door de mens op die aardse tijden in de rest van de Bijbel. Ja, en daar gebruikt God dus de maan en de sterren voor. Hè? Daarom heeft God dat ook als doel geschapen, om zo dat... Dat je weet de tijden van de Heer. Het woord, het cijfer 8, is het getal van de behoud. En dit komt duidelijk naar voren. Dat begint ook al in Genesis. Met de ark van Noach. Er gingen 8 mensen in de ark. En door die 8 mensen werd eigenlijk de hele mensheid gered. Door het water heen. En het getal van God is 777. Maar het getal van Jezus is 888. Dat kun je namelijk ook terugvinden in de... Griekse vertaling. En dit feest gaat ook eigenlijk over Jezus. Verder kom je heel veel dingen in de Bijbel tegen wat met 8 te maken heeft. Zoals bijvoorbeeld de besnijdenis. Dat vond ook plaats op de 8e dag. En God zei daar dus ook over van de man namelijk die het vlees... van zijn voorhuid niet laat besnijden, die mens zal uitgeroeid worden uit zijn volksgenoten.
Hij heeft mijn verbond verbroken. Elk geboren jongetje in Israël, de eerste 7 dagen, was hij eigenlijk theoretisch, stond eigenlijk de doodstraf op dat jongetje. Maar pas op de 8e dag bracht hem fysiek behoud, omdat hij toen werd besneden. Wie 8 dagen oud is, zal bij u besneden worden. Al wat mannelijk is in uw geslachten. Verder heeft die besnijdenis ook nog een symbolische betekenis. Zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament, dat je hart ook besneden moet zijn of worden. En dat gaat nog verder, want daarom is dit ook een heenwijzer naar het 8e feest op de 8e dag, naar het 8e millennium. Want wie dan nog niet besneden is van hart, en die dan nog onrein is, die zal niet in het Nieuw Jeruzalem komen. Dus zover gaat het. Dan verder nog, de eerstelingen van het vee mochten maar 7 dagen bij hun moeder blijven. En op de 8e dag moesten ze aan God gegeven worden. Dan nog iets, de heerlijkheid des Heren werd ook altijd op de 8e dag gezien. Daar is een voorbeeld van met Mozes. Als de tabernakel opgericht wordt en de priesters die worden ingewijd, dan moeten ze 7 dagen... ik lees even dat voor. En van de ingang van de tent der samenkomst zult gij gedurende 7 dagen niet weggaan tot de dag waarop de dagen uw wijding vervuld zijn. Want 7 dagen zal uw wijding duren. Bij de ingang van de tent der samenkomst zult gij dag en nacht 7 dagen lang blijven. En gij zult het u door de Heere gegeven voorschrift in acht nemen, opdat gij niet sterft. Want zo is mij geboden. En op de 8e dag riep Mozes aan Aaron en zijn zonen. Toen naderde Aaron op de 8e dag tot het altaar en slachtte het kalf. En toen Aaron zijn handen, Aaron zijn handen op over het volk en zegende het. En daarna verscheen de heerlijkheid des Heren over het hele volk. Toen het volk dat zag, juichten allen en wierpen zich op hun aangezicht. Ja, dit is alles direct gerelateerd aan de betekenis dus van de 8e dag. Het 8e feest van de Heer heeft eigenlijk te maken met het reinigen van de mensheid en het scheppen van de zonen en dochteren van God dat 7000 jaar zal duren. En vanaf de 8e dag, dat is eigenlijk dan het 8e millennium, zal die geestelijke schepping van Gods kinderen klaar zijn. En ik zal u tot een vader zijn en gij zult mij tot zonen en dochteren zijn, zegt de Heere, de Almachtige. Dat kan je vinden in 2 Korinthe 6. Verder kom je in het Oude Testament nog vele 8e dagen tegen. Even kijken, dat noem ik zo. Ja, Jesaja 11 en Jesaja 65, Jesaja 66 en Ezechiël 37 en Ezechiël 40 tot hoofdstuk 48. Dat gaat allemaal over de vernielde hemel en de vernielde aarde. Dat heeft eigenlijk dus met het 1000-jarig vrederijk te maken, wat nog gaat komen. Want zie, ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Aan wat vroeger was, zal niet gedacht worden.
Het zal niemand in de zin komen, want zie, ik schep Jeruzalem tot jubel en zijn volk tot blijdschap. En daarin zal niet meer gehoord worden het geluid van geween of van geschreeuw. Daar zal niet langer een zuigeling zijn die slechts weinige dagen leeft, nog een grijsaard die zijn dagen niet voleindigt, want de jongeling zal daar 100-jarig sterven. Zelfs de zondaar zal eerst als door de vloek getroffen worden, als 100-jarige. Zij zullen huizen bouwen en die bewonen, wijngaarden planten en de vrucht daarvan eten. Zij zullen niet bouwen opdat een ander het zou bewonen. Zij zullen niet planten opdat een ander het eten. Zij zullen niet tevergeefs zwoegen en geen kinderen voortbrengen tot een vroegtijdige dood. Want zij zullen een door de Heere een gezegend geslacht zijn en hun nakomelingen met hen. En het zal geschieden dat ik antwoorden zal voordat zij roepen. Terwijl zij nog spreken zal ik verhoren. De wolf en het lam zullen tezamen weiden en de leeuw zal stro eten als het rund en de slang zal stof tot spijzen hebben. Zij zullen geen kwaad doen, noch verderf stichten op gans mijn heilige berg, zegt de Heere. En het zal geschieden van de nieuwe maan tot nieuwe maan, van sabbat tot sabbat, dat al wat leeft zal komen om zich voor mijn aangezicht neer te buigen, zegt de Heere. En dan zegt God er verder nog over, dat al degenen die, dat is dus na de grote verdrukking, en de volkeren die dan nog zijn overgebleven, die zullen, die worden dan ook verplicht om het Loofhuttenfeest te vieren in Jeruzalem. En als ze dat niet doen, en dan heeft God het over Egypte met name, maar ook over andere volken. Als ze niet komen zullen, dan zal God de regen, geen regen geven. Dus zij moeten dus komen. Dus, het is dus zo, in het vrederijk, er zal nog steeds zonde zijn. Straf, de dood, begraven worden. De zon gaat nog onder. Er zijn nog steeds sabbatten, nieuwe manen, duister, slaap. Ezechiëls tempel zal nog komen. En ook wordt er gezegd dat de Dode Zee, die zal zelfs zoet worden op de poelen aan de randen na. Nou, dan zijn er nog een aantal teksten te noemen in het Oude Testament. Die gaan over de achtste dag. En het gaat altijd over reiniging en heiliging en het rein verklaren. Dat is bijvoorbeeld zo bij de wet van de menstruatie, bij de reiniging van de priesters, de reiniging van de tempel en de lossing van het Nazireër gelofte. Dan moest hij ook 2 duiven brengen bij de priester. Dan nog een paar teksten. Dat is dus, op de achtste dag zult gij een heilige samenkomst hebben. Het is een feest, geenerlei slaagse arbeid zult gij verrichten. Die tekst vind je ook nog terug weer in Numeri. En verder kom je ook tegen dat Salomo, toen hij de tempel klaar had, had hij de tempelinwijding, dat duurde ook 7 dagen. Dat vond ook plaats tijdens het Loofhuttenfeest. En op de achtste dag was het een feestelijke vergadering. En in de tijd van Ezra werd ook elke dag op het Loofhuttenfeest uit het
wet van het boek van God gelezen. 7 dagen lang en op de 8e dag was er ook een feestelijke vergadering. En dan noemt God ook nog een tekst in Ezechiël, wanneer ook die tempel daar is. En wanneer men die dagen voleindigd heeft, dan zullen de priesters op de 8e dag en daarna op het altaar uw offers bereiden. En ik zal een behagen in u hebben, luidt het woord van de Heer. Dus vanaf de 8e dag en daarna heeft God een welbehagen in zijn volk. Dit staat symbolisch voor het 8e feest, voor de 8e dag en voor het 8e millennium. Vanaf het 8e millennium heeft God voor eeuwig een welbehagen aan zijn kinderen. Als die dus de 7000 jaren van de aardstijd voleindigd is, zal God miljarden kinderen tot behoud gebracht hebben. En dan, dan zullen de kinderen van God bij de Heere zijn en dan de engelen richten. Zij zullen dan als Gods kinderen heersen. Psalm 8 heeft het daar ook nog over. Die zegt ook van: wat is de mens dat gij zijner gedenkt en dat gij naar hem omziet? Gij hebt hem bijna goddelijk gemaakt en hem met heerlijkheid en luister bekroond. Maar dadelijk, wanneer het zover is, dan in het hemelse Jeruzalem, dan is het niet meer bijna. Maar dan in het koninkrijk van God, dan zijn het geboren kinderen van God. Dus na de 7000 jaren van aardse tijd, van sabbatten, nieuwe maanden en feesten, die zullen dan voorbij zijn. En de Sabbat is dus een herdenking van de schepping. En het vieren van de 8e dag is het vieren dat alles van de eerste schepping voorbij zal zijn. Geen dood en verdriet zal er meer zijn. Alleen nog maar kinderen van God in het koninkrijk van God. De Sabbat is het begin van alles. En de 8e dag is het afschaffen van alles. Dat kan je dus vinden in Openbaringen, aan het einde van Openbaringen, waar God de beschrijving geeft van de gouden stad. En ik, Johannes, zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel en de eerste aarde was voorbij gegaan en de zee was niet meer. En ik zag de heilige stad, een nieuw Jeruzalem, nederdalende uit de hemel van God, getooid als een bruid. En God zelf zal bij hen zijn en hij zal alle tranen van hun ogen afwissen. En de dood zal niet meer zijn, nog rouw, nog geklaag, nog moeite zal er meer zijn. Want de eerste dingen, en dat is alles tot en met het vrederijk, zijn voorbij gegaan. En hij voerde mij weg in de geest op een grote en hoge berg. En hij toonde mij de heilige stad, Jeruzalem, nederdalende uit de hemel van God. En haar glans geleek op een zeer kostbaar gesteente als de kristalheldere diamant. Dit is het hemelse Jeruzalem van totaal andere substantie en totaal andere afmetingen. En de 12 poorten waren 12 parelen. Iedere poort afzonderlijk was uit 1 parel. En de straat van de stad was zuiver goud, gelijk doorschijnend glas. En een tempel zag ik in haar niet, want de Heere God, de Almachtige, is haar tempel. En het lam en de stad heeft de zon en de maan niet meer van nodig.
dat die haar beschijnen. Want de heerlijkheid van God verlicht haar en haar lamp is het lam. Geen sabbatten meer, geen nieuwe maanden meer. Dat is de eeuwige sabbat. En haar poorten zullen nooit gesloten worden. Want daar zal geen nacht meer zijn. En de troon van God en van het lam zal daarin zijn. En zijn dienstknechten zullen hem vereren. En zij zullen zijn aangezicht zien. En zijn naam zal op hun voorhoofden zijn. Dat is dus waar de achtste dag voor staat. Voor de happy end. En ze leefden nog lang en gelukkig. Amen.